Niks. Nee, niet doen. Kost denk ik aan mijn geld. Geef het geld aan mij. Ik heb het hard nodig. We hebben een nieuw kabinet en dat betekent nieuwe namen. Dus Veiligheid en Justitie wordt Ministerie van Justitie en Veiligheid. Nou, dat schiet lekker op, toch? Waarom moet dit dan? We hebben een nieuw kabinet en zij vinden het nodig. Mevrouw Ko. Veiligheid en Justitie wordt Justitie en Veiligheid. Nee, natuurlijk niet. Nee, dit slaat nergens op. Ja, ze zijn niet goed bij hun plaat, maar dat weten we toch al? Vertel je nou wat nieuws. Justitie en Veiligheid. Veiligheid en Justitie. Ja, snapt u het nog? Ik vind het allemaal een beetje flauwekul. Hou het zoals het is en klaar. Dit is te belachelijk voor woorden. Ronduit. Ik bedoel, die hele... Ja, die sporen niet. Echt niet. Naamverandering is flauwekul, want mensen zijn er al aan gewend. Het departement blijft hetzelfde. Alleen de naam verandert. Nou, flauwekul. Het kost wel miljoenen om het te veranderen. Nou, alleen die naam. Nou, dat schiet lekker op dan. Nieuwe enveloppen, naambordjes, visitekaartjes. Ja. En dan alleen maar omdat ze de naam andersom zetten. Dat is goed bezuinigen. Er is geld genoeg. Ja, Nederland is heel rijk hoor. Ik heb geen cent op zak, dus ze kunnen mij een woord geven. Op wie heeft u gestemd? Niet op de VVD, CDA, ChristenUnie? Absoluut niet. Nee. Dus u bent niet verantwoordelijk voor dit staaltje taal? Nee. Nou ja, nee. Het is niet meer te volgen. Laat het zoals het is. En zorg dat de regels en wetgeving gewoon uitgevoerd worden, klaar. Ik zit dan ook heel erg me af te vragen hoe dat dan gaat. Zitten ze dan allemaal bij elkaar en dan zeggen ze, weet je wat we doen? Gaan ze allemaal naaien zonder net te worden.